Jurgen, goedemorgen met Wil van Delft van het programma Delfts Blauw. Goedemorgen Wil. Goedemorgen. Hoe gaat het met je? Ja, goed hoor, dank je. Ja, prima. Ja. Prima. De reden dat we jou hebben uitgenodigd, Jurgen, is vanwege de single Trotse Vader. Vertel er iets over voor de luisteraars. Ik kan heel kort over zijn. Ik ben natuurlijk zelf een gelukkig vader van wel eens 4 kinderen. Dus en daar ben ik ontzettend trots op. Dus dat is eigenlijk de aanleiding van. Dus, en nu allemaal in de leeftijd van studeren en zo naar school gaan. En ik ben er heel trots op. Dus dat is eigenlijk de aanleiding om dat nummer te schrijven. Yeah. Dus zodoende, daar ben ik mee begonnen. Ik dacht, het is er nu tijd voor. En vorig jaar ben ik het nummer aan het schrijven gegaan. En zoals altijd wederom weer bij Martin beland. Yeah. En Martin heeft even een fijn stukje muziek ondergezet en eigenlijk kort door de bocht is eigenlijk heel het verhaal achter de trotse vader. Het is gewoon eigenlijk gewoon realiteit. Ik ben een super trotse vader en ik hoop dat meer mensen zich daarin herkennen. Jij bent een trotse, tussenin haken, Jurgen. Jij bent een trotse vader, maar toch niet onlangs, toch al een langere tijd, of niet? Nee, zeker niet onlangs. Nee. Dat is, zoals ik al zei, ik heb schoolgaande kinderen. Dus die doen het heel goed. En dus, vandaar ook, ik vond het nu het moment, zeg maar, omdat, zoals ik zeg, ik ben trots op wat ze nu doen. Ze zijn allemaal naar school en het gaat allemaal goed. En daar ben ik trots op. Dus dat is het verhaal. Het is niet zo dat ik recent vader ben geworden. Nee, absoluut niet. Nee. We zijn al in de leeftijd van 18 jaar, dus dat is niet meer. De eerste keer het nummer kreeg en eerst in mijn handen kreeg en de eerste keer het hoesje kreeg, dacht ik, verdomme. Ik dacht, Jurgen is weer pas vader geworden. Nee, dat klopt. Dat is inderdaad zo. Er zijn inderdaad in mijn omgeving natuurlijk wel heel veel mensen die pas vader zijn geworden. Dus in de, dat is ook wel een beetje in de achtergrond natuurlijk de gedachte voor me, inderdaad van vaders die recent vader zijn geworden. Nou ja, dan ken je die waarschijnlijk ook een beetje in die tekst. Yeah. En dus dat is wel het verhaal. Het gaat niet alleen natuurlijk, het is niet puur voor mezelf natuurlijk. Het is ook voor, zoals ik zei, voor de trotse vader. Dus voor iedereen die... die maar trots is op zijn kind, dus ik weet nog precies als ik de eerste dag voor de eerste keer vader ben, dat geeft toch wel een bijzonder gevoel. Maar het klopt dat het ondertussen weer de 8e single is van jou, of niet? Ja, klopt. Ja, klopt helemaal. Ja, heb je goed. Ja, inderdaad, ja. Dus het gaat snel. De tijd gaat hard. En inderdaad, dus de 8e single weer. Ook wederom bij Martin. En hartstikke goed. Dus ik ben heel blij mee. Heel trots op. Als je dan terugkijkt, Jurgen. Ik pak er maar een aantal singles uit. Ik noem ze niet allemaal op. Maar ik pak er maar een paar uit. Terug in de tijd naar het café. Rosalien. Rozen. Verliefd. Waarom? Zonneschijn. Als je dan er terugkijkt... Je hebt die singles uitgebracht. Hoe kijk je daar zelf op terug? Ben je daar tevreden over? Hey, zeker. Ik ben zeker tevreden over. Ja, vooral als je in het begin kijkt. De eerste singles die ik gelanceerd. Ik ben 2018 ben aan schrijven gegaan. 2019 ben Martin geweest en opgenomen. En uiteindelijk is het pas 2020 geworden voordat het de release was. Van de debuut. En het is natuurlijk wel net voor die corona. Dus... ik weet ook niet precies wat ik ervan verwachten moest. Dus op zich ben ik daar, dat zal ik zeggen. Ik ben er heel tevreden over. Ik ben er heel blij mee. Dus zoals het nu gaat. Het doet allemaal goed, was goed opgepakt allemaal. Dus daar ben ik ontzettend blij mee. En het wordt al links en rechts gedraaid. Ja. Dus wat kun je meer verwachten eigenlijk? Dat weet ik niet. Ik had er ook verder niet te veel verwachtingen van. Maar wat nu toe wat allemaal gebeurt, ik vind dat het leuk. Dus ik ben er super blij mee. Ja, ik kan er, ik en, ja, dus als, ja, ik heb al 8 nummers, heb je gezegd. En nu dat de optredens ook weer, de agenda ook weer lekker vol loopt, kan ik die nummers natuurlijk uiteraard heel goed gebruiken en in mijn repertoire. En dat vind ik hartstikke fijn. Ik ben er hartstikke blij mee. Er zijn ook mensen die specifiek van vragen. En dat is hartstikke mooi, vooral als je dat live kunt doen. Fantastisch. Dus, ben ik wel blij. Maar trotse vader is toch, met alle respect van dien. Is toch eigenlijk ook een nummer met een boodschap erin, hè?
Dat was zijn vader. Of wat bedoel je? Ja, ja. Ja, tuurlijk. Zeker. Iets van een boodschap is gewoon ja, dat je gewoon inderdaad gewoon blij moet zijn gewoon met geniet van de kleine dingen om je heen, zeg maar, de momenten om je heen. Daar moet je gewoon van genieten. Want het leven is allemaal betrekkelijk. En dus ja, dat is eigenlijk de boodschap in het verhaal. Ja. Dus ja, dat zeg ik altijd, gewoon genieten van. En ja, dat moet je natuurlijk niet doen. Wie heeft de tekst geschreven van dit nummer? Dat heb ik zelf geschreven. Je hebt zelf geschreven. En wat inspireerde jou dan tot het schrijven van de tekst van dit nummer? Ja, de reden, zoals ik zei, ja, de reden is gewoon, zoals ik zei, ik ben zelf dan, bij mijn geluk als vader, als vader. En nou ja, omdat heel veel mensen om me heen jonge vaders in mijn omgeving zijn. Ik vind dat gewoon een mooi moment om dat daarover te schrijven, over mensen die dat gevoel, zoals ik zei, ik weet nog precies het moment dat ik als voor de eerst vader werd, en dat vond ik gewoon fantastisch. Dat was gewoon een geweldige ervaring. Ja. En dan vergeet je nooit meer die momenten. En dat was dus de drijfveer om deze tekst te schrijven, zeg maar. Ik vond het gewoon, even op papier, het gevoel, zeg maar, wat je dan, het is gewoon een onbeschrijfelijk gevoel. Ja. En dan kan, ja, en dat probeer je dan te verwoorden in deze tekst, dus waar het naartoe gaat, wat ik als vader, als trotse vader voel, zeg maar, je bent er gewoon trots op. En zoals ik zei, ik hoop gewoon dat natuurlijk meer mensen, meer vaders, trotse vaders zijn die zich daarin herkennen. En dat is eigenlijk de boodschap van het verhaal. Oké, we gaan draaien, de single, eventjes voor de luisteraars. Indien zij meer willen weten over Jurgen Geerts, waar kunnen ze dat vinden? Op de socials natuurlijk, op de Facebookpagina kunnen ze vooral zien wat ik al aan bezig ben. Instagram, mijn muziek, Spotify, YouTube, noem het even op, iTunes. Ja. Kun je de muziek streamen, bekijken, clips bekijken. En ja. Ik heb ook nog een eigen website, is gemaakt door een nichtje van mij. En dat is jurgengeers.nl. En daar staat ook van allerlei informatie over mensen... wat ik altijd doe, met mijn muziek en nummers, wat ik heb uitgebracht op dusver. Op deze plaats heel erg bedankt dat je vanmorgen live bij ons in de uitzending was, Jurgen. Ik vond het heel fijn je weer een keer gesproken te hebben. Ik ga je een heel fijn weekend toewensen. Zou je de single zelf willen aankondigen? Ja, natuurlijk. Hartstikke bedankt voor je tijd en voor het interview en voor de tijd en aandacht voor de single. En lieve luisteraars, geniet van deze mooie dag. Hier is mijn nieuwe single, Trotse Vader. Fijn weekend nog, hè? En tot de volgende keer. Ja, doei. Tot de volgende keer. Doei.